En we beginnen met punt 1, een principebeslissing over de organisatie van voedselpakketten en tijdelijke noodpakketten. Peter, mag ik het woord geven? Zeer kort, dus u weet allemaal dat Lichtpunt maandelijks voedselpakketten levert aan mensen die daar nood toe hebben. En dat aanvullend, Lichtpunt doet er 72 per maand. En aanvullend doet de sociale dienst, of het OCMW, ook een deel. Normaal waren dat een dertigtal. Ondertussen is dat uitgegroeid tot 52 pakketten die wij ook leveren aan gezinnen die problemen hebben. Omdat dat een bijkomende werklast is voor de keuken en voor de sociale dienst, stellen we hier voor om tijdelijk over te stappen wat het OCMW betreft naar checks van Colruyt. En we hebben daarvoor een berekening laten maken wat de waarde van die checks moet zijn. Ik heb dat kunnen lezen in het dossier. Dat is 20 euro per gezin met 10 euro per kind en 5 euro als er pampers zijn. En dat is ongeveer de waarde van het pakket dat ook Lichtpunt geeft. We hebben dat in overleg gedaan met Lichtpunt, omdat we absoluut geen concurrentie willen krijgen met dat privaat initiatief. Het mag niet zo zijn dat mensen kiezen voor de check tegen Lichtpunt enzovoort. Dus dat is in volledig overleg met hen gegaan. En het is een tijdelijk gegeven in afwachting van de uitbouw van de sociale kruidenier, die er zal komen op het moment dat het huis van het kind ingekanteld wordt in de sociale site van het OCMW. Dus hier wordt nu de principebeslissing gevraagd om goed te keuren dat wij tijdelijk met die checks kunnen werken. Ja. Kurt. Ja, misschien eerst zeggen dat wij natuurlijk dat punt genegen zijn, dat wij dat ook zullen steunen. Maar we hebben toch een aantal vragen met de SPA-fractie. Omdat er een aantal zaken in staan, Peter, die toch wat onduidelijk zijn en vragen oproepen. Gezegd, je hebt ook toegelicht van, ja, op middellange termijn is de bedoeling dat de visueel Lichtpunt zijn intrek neemt op de site van TOCNW. Wordt de piste van de kerk van Lieberhem dan verlaten? Is een vraag. En wat moeten we verstaan onder middellange termijn? Er staat ook in, zowel bij de beknopte samenvatting als ook bij de verantwoording, staat er ook in dat de VZW, dus Lichtpunt, de ambitie heeft om de stap te zetten naar een sociale kruidenier. Verlaat de stad of TOCNW dan die piste om zij dat te doen of om dat samen te doen? Of is de bedoeling dat Lichtpunt dat volledig autonoom doet? Want dat is nieuw natuurlijk als gegeven. Dus die aankoopkaart van de Colruyt, ik zei het, als SPA-fractie staan we erachter, omdat dat ook in het verlengde ligt met wat er in het verleden al gebeurd is rond de boekentasactie, rond de Sinterklaasactie. En we delen natuurlijk de meningen en de standpunten, zoals dat je in uw verantwoording opzond, ja, dat het aantal mensen die aanklopt voor een voedselpakket dat sterk toeneemt. Dat systeem van die voedselpakketten en die noodhulppakketten, dat weinig respectvol is, dat klopt, dat is niet meer van deze tijd. Vandaar dat het goed is dat er zou worden overgestapt naar een sociale kruidenier en dat die weinig gevarieerd zijn, dat klopt allemaal. Maar dan zitten we wel zo'n beetje met de vraag van, je doet dat dan voor de noodhulppakketten die verstrekt worden door TOCNW, is er al over gesproken met Lichtpunt om dat ook te doen? En als ik dan zie dat er vermeld wordt dat de VZW Lichtpunt akkoord gaat met het principe voor het tijdelijk gebruik van de aankoopkaart, hoe moeten we dat concreet lezen? Nemen zij dat ook over? Of zijn ze akkoord met het principe van de aankoopkaart dat gebeurt voor die noodhulppakketten van TOCNW? Enfin, dat werpt hier een beetje een onduidelijkheid. Dus we hadden daarover wel graag wat meer info gekregen. Nog vragen, Heidi? Ja, een beetje dezelfde vraag als die Kurt reeds gesteld heeft. We hebben daar een toelichting gekregen. Alle inwoners die er interesse in hadden in de kerk van Lieberhem. Er ging toch een belangrijke infrastructurele ingreep gebeuren in die kerk. Er was ook heel wat animo van sommige inwoners. Mm-hmm. En ik vroeg mij af, gebeurt dat daar nu al? Of is dat iets dat gaat gebeuren? Of gaat het helemaal niet meer gebeuren? En dan zit er ook een bevraging in het dossier van een aantal gezinnen. En daar is sprake van x aantal gezinnen met 19 kinderen. En dan eronder zie je zo de leeftijdsindeling.
Maar dat staat dan enkel plus 20-jarigen, plus 30-jarigen. Dus ik vond dat een beetje vreemd. Daar zie je, geen enkel kind komt daarin terug. En Dirk? Ja. Ja, het is duidelijk dat Open VLD ook voorstander is om mensen in nood een reële hulp te bieden. In afwachting dat ze hopelijk later de kans krijgen om op eigen been te kunnen staan. Nu, dat is geen beperking voor ons, hè, voor die hulp te geven. Nu heb je erbij enkele vragen, dus die nog niet gesteld zijn. De betrokkenen kunnen zelf kopen wat ze willen met die Colruyt-kaart, maar ik vond zelf dat er wel een controle is wat ze juist kopen. Dat ze bijvoorbeeld geen tabak of alcohol kunnen drinken in plaats van hun kinderen eten te geven. Dat staat erin, hè? Dus het geld moet uiteindelijk gaan naar echte noodhulp. Nu, noodhulp is nodig en elk geval dus is anders. Het beste is dat de betrokkenen indien mogelijk uit het hulpbehoevensysteem kunnen geraken. Dat is uiteraard niet evident. Maar daarom ook de vraag, is er ergens aandacht ook voor, om te werken dat de mensen uit het hulpbehoevensysteem kunnen geraken. Dan ook in het document van de Sociale Kruidenier kunnen we lezen dat er heel veel jonge gezinnen bij betrokken zijn. Nu stel mij de vraag, wat is de sociale of de achtergrond van de hulpbehoevenden? Dat is alles. Peter? Dus de uiteindelijke doelstelling is om samen met Lichtpunt binnen de lokalen van de sociale dienst, met inbegrip van de kapel, als het huis van het kind is ingekanteld, van de sociale kruidenier daar te ontwikkelen. Ja? Dus we hebben daar met hen al veelvuldig overlegd. Dat betekent inderdaad, als we die verhuis realiseren en die verfraaiingswerken doen binnen de lege lokalen die er vandaag zijn, dat Lichtpunt uit de Groenstraat weggaat en naar daar komt. Hè. Dus naar de zitten en niet naar de kerk van Wevergem. Dat is evident dat dat de keuze is. En dat daar dan samen met Lichtpunt en de sociale dienst, met al de vrijwilligers die er zijn, want je hebt die vrijwilligers nodig om die sociale kruidenier te kunnen exploiteren, anders is het onbetaalbaar, dat dat dus een samenwerking is van elke dag. Hè. Dus op dezelfde site zal gelegen zijn als waar datzelfde doelpubliek naar de sociale dienst komt, naar het sociale restaurant komt en ook dikwijls met hun kinderen naar de kinderopvang. Dus dat is uiteindelijk de doelstelling. En dat is op, wat mij betreft, op relatief korte termijn. We moeten dat in het college nog de laatste hand leggen aan onze meerjarenbegroting. Ik denk dat dat daarin zal voorzien zijn, de middelen die nodig zijn om die verhuis te realiseren. En om die inkanteling te doen en dus ook om Lichtpunt te laten overkomen naar de site. Dat is dus de doelstelling. Wat wij nu doen is een tijdelijke situatie overbruggen, omdat de werklast voor de keuken van het OCMW te groot is om die pakketten samen te stellen. En twee, omdat wij ook zien dat een aantal mensen wat wij aanbieden, de helft daarvan niet neemt of niet nodig heeft. En inderdaad, het is de waardigheid van de mensen is gediend met het zelf kunnen kiezen. Hè. Lichtpunt gaat die checks niet gebruiken, omdat zij kunnen putten uit de voedselbank en uit giften van een aantal ondernemingen in de streek en overschotten krijgen van winkels, waar ook nog een ruimer aanbod is dan wat wij als OCW kunnen aanbieden. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn zij een beetje sociale kruidenier avant la lettre met een beperkt gamma van producten. Dus zij gaan die stap niet zetten. Wij gaan samen de stap zetten naar het sociale kruidenier. Dat is de bedoeling. Die checks zijn uiteraard met een lijst van producten die men daarmee kan kopen. Hè. Je kunt daar geen sigaretten mee kopen of geen alcohol. Dat gaat dus alleen over voeding. Hè. Daar zijn afspraken gemaakt met Colruyt en dat wordt correct opgevolgd en aangeleefd. Wij weten ook van maand tot maand hoeveel van die checks opgevraagd zijn of niet zijn opgevraagd. De mensen die in aanmerking komen, zijn de mensen die op de lijst staan die het OCW doorgeeft. Dat is al jaren en dag zo. Niet iedereen kan bij Lichtpunt aankloppen. Je moet voldoen aan de voorwaarden om die steun te kunnen krijgen. En dat zijn dus gezinnen die al cliënt zijn bij de sociale dienst, die al een leefloon krijgen of andere toelagen, maar die dus aan bepaalde voorwaarden voldoen. De vraag over die kinderen, die heb ik niet goed begrepen, maar over die bevragingen, ik weet niet goed wat je daarmee bedoelt. Bevraging van de rechthebbende op een noodhulppakket via het sociaal huis. Aantal bevraagde 17 gezinnen, 40 personen, 21 volwassenen en 19 kinderen. En daaronder staat er dan die onderverdeling volgens leeftijd.
twintigers, dertigers, veertigers, maar dan die kinderen, ja. We hebben gehoord dat de mensen die het pakket kwam afhalen op de sociale dienst, gevraagd, die we hebben gevraagd om te weten hoe efficiënt die pakketten zijn, hoeveel gebruiken zij daarvan, wat gebruiken zij daar niet van. En de conclusie was dat we best overstapten op die checks, hè, omdat we een beetje ons doel voorbij schoten. Voilà, ik denk dat dat... en die middellange termijn, wat mij betreft, Kurt, ik hoop dat dat nog gebeurt tijdens de periode dat ik schepen ben. Dus dat is relatief vlug. Hè. Ja, Kurt. Ik zou Peter willen bedanken voor zijn antwoord. Peter had gezegd van, je hoopt dat dat nog gebeurt terwijl dat hij schepen bent. Allee, als je, wat ik zou dan zeggen, moet niet wachten tot als die, uw plannen om de inkanteling van het huis van het kind op de site van Toussaint en Wee te doen. Ik zou zeggen, maar wacht op om Lichtpunt al naar daar over te brengen. En ik vind het goed dat je dat samen doet, Toussaint en Wee, met Lichtpunt, om de sociale kruidenier uit de grond te stampen. Dus daarin heb je zeker en vast onze steun van de steun van de SPA-fractie. Er is wel nog één punt dat we zouden willen toevoegen aan de beslissing en dan kunnen we ze gans goedkeuren. Dat is bij artikel 7, zegt het werken met de aankoopkaart wordt 3 maandelijks geëvalueerd op het overleg met VZW Lichtpunt en gerapporteerd aan het vast bureau. Daar stellen wij voor vanuit de SPA-fractie om daar ook het bijzonder comité van de sociale dienst van te informeren. Dat is geen enkel probleem, dat zal ik zeker doen. Dat zal ik zeker doen. Ik doe dat trouwens ook al. Hè. Moet dat geformaliseerd worden? Als je wilt, we hebben daar al een moment voor gehad. Ik doe dat nu ook al. De mensen die daarin zitten weten dat. Ik hou hen ook op de hoogte over die plannen. Over, omdat ik vind dat zij daar recht op hebben. Dus dat gebeurt spontaan. Het is goed om dat te nemen. Ja, maar je moet wat vertrouwen hebben in mij. Hè. Ja, toch ook misschien ja, de default achter die gelaten voorstel van beslissing. Ja. Oké. Goed. Kunnen we dan overgaan tot de stemming over dus het principe om die tijdelijke voedselpakket te vervangen door die aankoopkaart? Wie stemt ervoor? Dat is unaniem goedgekeurd. Bedankt. Het tweede punt is het aanduiden van een vertegenwoordiger in de zorgraad. Ja, we stellen daarvoor dat het diensthoofd van de sociale dienst de vertegenwoordiger zou zijn. Ik denk dat de meest aangewezen persoon is en dat zal ook zeker voor continuïteit zorgen. Zijn er vragen en opmerkingen rond? Heidi? Er is ook sprake, maar ik heb het nu niet voor mij staan, van een afvaardiging van een coördinator lokaal sociaal beleid. Hebben wij nog een coördinator lokaal sociaal beleid? Dat is een vraag. Ja. Dat is een bijkomend punt van de SPA-fractie. Ja, klopt. Maar hier wordt er besloten dat die persoon zal afgevaardigd worden in een bepaalde raad. Het is daarom dat ik naar aanleiding van... dat artikel dat ik de vraag stel. Het is niet de coördinator sociaal beleid, hè. Het is het diensthoofd van sociale dienst. Het is Karen Schoenmakers, hè. Dat is iemand anders. Hè. Ja, oké. Okay. Kunnen we daar... Dus ik lees het voor. In het ontwerpbesluit staat artikel 1 de coördinator lokaal sociaal beleid aan te duiden als vertegenwoordiger in de cluster lokale besturen van de zorgraad. Vandaar mijn vraag, beschikken wij nog over een coördinator lokaal sociaal beleid? En ik heb ook gezien dat Kurta als aanvullend punt heeft geagendeerd. Maar omdat die hier nu in staat, wou ik het al even vragen. En daar gerust straks op terugkomen. Is dat een fout? Moet het diensthoofd zijn of zo? Ja. Van de sociale dienst is artikel 2. Wat is dat artikel 2 dan?
Ja. Ah, ja, natuurlijk. Ja. Nu, ik kan op dat punt al antwoorden. Hè. Dus de coördinator sociaal beleid, Janine Bellens, is op pensioen gegaan op 1 april. We hebben die verlengd deeltijds tot eind september. En de functiebeschrijving is in voorbereiding. Dus wij hopen dat zo vlug mogelijk te kunnen publiceren, zodat we kunnen overgaan tot een procedure om iemand aan te werven. En die middelen zijn voorzien in de begroting. Dus we gaan uiteraard die functie terug invullen, want dat is van essentieel belang in het uittekenen van uw sociaal beleid. Oké, als we terugkeren naar punt 2, dus ja. Laten we daarover stemmen, over die aanduiding. Wie keurt dat goed? Ik denk, voilà. Iedereen, bedankt. Punt over de parking. Dus en de bijkomende kosten daarom? Ja, ik ga daar niet alle technische details nog eens herhalen. Hè. Let op het uur, iedereen heeft dat kunnen lezen. Er is een problematiek ontstaan dat men bij de aanleg van de parking de hoeveelheid klinkers die men gelegd heeft voor de parkeerplaatsen schromelijk heeft onderschat. Dat is een iets wat is vastgesteld in de maand maart, als ik me niet vergis, Koen, in maart ongeveer, of mei vastgesteld, denk ik. Maar die parking was, die klinkers waren al gelegd in 2018, in oktober. Hè. Dus dat is een, wie daar de fout heeft gemaakt, is dat nu het studiebureau, zijn dat de architecten, is dat de aannemer die niks gemeld heeft. Allee, dat is een hele grote discussie waar wij ook juridisch advies hebben ingewonnen. Maar de conclusie van het verhaal is dat men veel meer klinkers heeft gelegd in vierkante meters dan in het bestek stond, waardoor er uiteraard een heel grote meerkost uit voortvloeit, om de eenvoudige reden ja, dat de oppervlakte, maal hoeveel? 6-7. Maal 6-7 is. Ja. Dus het is geen klein beetje, hè. Het zijn niet een paar kruiwagens, het zijn een paar camions. Hè. Die men, ja, wie de fout heeft gemaakt, allee, dat laat ik in het midden, daar zijn heel veel vergaderingen over geweest. Nu, onze raadsman heeft ons duidelijk gemaakt dat procederen tegen wie de fout heeft gemaakt weinig of geen zin heeft. Vandaar dat wij over zijn gegaan tot het sluiten van een dading, waarbij de aannemer die de werken heeft uitgevoerd, Wanijn, ter compensatie, kleine compensatie van de meerkost, 2 jaar het onderhoud zou voorzien van het groen van de parking. Dat is een minimale tegemoetkoming, die werd in het dossier staat hoeveel het precies was, dat was ingeschat, ik ken het bedrag niet van buiten, maar dat is een zekere som die ter compensatie wordt gegeven van het feit dat er meer klinkers zijn gelegd. Dus de raadsman was ook van oordeel dat wij bij een procedure het nooit zouden halen, om de eenvoudige reden, dat die klinkers wel degelijk gelegd zijn. Dat men kunnen ingrijpen op het moment dat de aanleg nog bezig was, maar ik herhaal, dat was in 2018, dan hadden wij misschien nog een ander dossier kunnen opbouwen, maar nu kunnen we alleen maar vaststellen dat die er liggen en dat men 6 of 7 keer meer klinkers heeft gelegd dan, dan dat oorspronkelijk in het bestek en in de raming was voorzien, hetgeen eigenlijk onwaarschijnlijk is, want een ieder die dat bedrag zag, het aantal vierkante meters, kon zien dat daar een fout was gemaakt. Hè. Allee, het heeft geen zin om dat nu allemaal nog te proberen met procedures recht te trekken. Dus wat hier nu voor ligt, is de goedkeuring van die eindafrekening en die dading, waarbij we een mooie parking hebben, dat is duidelijk, die een paar honderdduizend euro meer kost dan initieel voorzien, en waar Wanijn een stukje compenseert door 2 jaar lang het groen onderhoud voor zijn rekening te nemen. Oké. Kunnen we daar... zijn er opmerkingen? Ja, Dirk? Well, ik heb er toch eens nog een opmerking over. Dus blijkbaar is er een nul vergeten, of een komma verkeerd gezet, of een andere fout. Maar ik vraag me af hoe dat komt, dat niemand binnen het OCMW en het OCMW-bestuur dit opgemerkt heeft. Het verschil tussen 465 vierkante meter en 3165 vierkante meter. Dat is, als gezegd, al een factor 6,8. Nu, alles is geleverd, alles is geplaatst, dus we kunnen niet anders doen dan betalen. Met deze dading hebben we al een klein bedrag terug, daar zijn we het nu wel mee eens. Maar ik stel mij toch nog enkele bijkomende vragen. Is er een tegemoetkoming van het bureau Boeks dat de studie heeft gemaakt en de foutieve raming heeft opgesteld?
En wat gaan we doen qua procedures naar de toekomst om dergelijke stommiteiten te vermijden? Want ik kan er moeilijk bij dat voor dergelijke grote bedragen, dat de administratie dan gewoon een keer nakijkt en een keer kijkt, ja, klopt dat hier eigenlijk wel? Mm. En dat vind ik wel ergens heel spijtig. Ik denk dat aan de toekomst toe dat het wel belangrijk is dat dat effectief gebeurt. Heidi? Ja, dit is spijtig genoeg opnieuw een dossier om eigenlijk schaamrood op de wangen te krijgen. Hè. Ik sta versteld dat dat nog altijd kan gebeuren. Wat ik mij eerst en vooral afvraag is, het budget is met 25% overschreden tegenover de bestelling. Normaal gezien moet dat dan denk ik toch op een gemeenteraad komen, maar we hebben dat hier niet gezien, hè, dat er zoveel meer zou worden uitgegeven. De aannemer is verplicht om de opdrachtgever op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen in het project met betrekking tot prijsconsequenties. Hij moet toch geweten hebben dat hij veel meer klinkers zou nodig gehad hebben dan zijn meetstaat. Waarom heeft hij dat dan niet eerder gesignaleerd? Gezien het bestek zit ook niet in het dossier. Het is ook heel raar dat alles ineens in de eindstaat komt, waardoor dat de stad dus geen kans heeft gehad om de schade te beperken of eventueel een nieuwe prijs te onderhandelen of wat dan ook, zodanig dat die kost niet zo hoog zou zijn. Er wordt gesproken van juridisch advies van meester Rasgaard. Ik heb zitten kijken met een loop op het dossier, maar ik heb het niet gevonden. Dat zit er dus ook niet in. Dat is toch wel jammer eigenlijk, dat weer onvolledig is. Ik vind dat echt bijzonder spijtig dat er zo'n slechte opvolging met zulke consequenties. Ik vind dat jammer dat dat niet beter opgevolgd wordt. Ook al is dat aan iemand bij Belfius, er is ongetwijfeld toch iemand binnen het OCMW die met dergelijke grote werf bezig is. Ik vind dat ongehoord. Al die vragen hebben wij, ik en anderen in het college, ook gesteld. Diezelfde verontwaardiging van hoe kan dit gebeurd zijn. Nu, wij hebben dit dossier ook gekregen op het moment dat alles er al lag. Hè. Dus men heeft die klinkers gelegd in het najaar van 2018. Hè, dus op het moment dat ik schepen geworden ben en dat college aangetreden is, was het kwaad al geschied. Hè. Dus wij konden op dat moment, ja, gehad kunnen vragen, breek alles terug uit, want we moeten het niet hebben. Maar dat was natuurlijk ook geen optie, hè. In theorie wel, maar in de praktijk niet. Hè. Dus diezelfde verontwaardiging en wie is daar de schuldige van, dat proces hebben wij ook allemaal gemaakt. Hè. Is het nu Belfius, is het nu het studiebureau, is het de aannemer? Want uiteraard moet de aannemer bij grote meerwerken de opdrachtgever verwittigen. Heeft hij dat gedaan? Heeft het studiebureau de fout gemaakt? Of heeft de aannemer het wel gezien en heeft hij gezwegen? Allee, we hebben daar diezelfde vragen onder elkaar en met meester Rasgaard en met Belfius gesteld. Je kunt daar lang over discussiëren, hebben we gedaan, maar de conclusie is, denk ik, het gezond verstand van onze raadsman, die zegt van kijk jongens, stap niet in procedures die lang aanslepen, want eigenlijk, wij willen niet dat die parking wordt opgebroken, dat is geen optie, hè? Die parking is goed aangelegd en je gaat nooit in een proces iets winnen, hè? Men gaat u niet zeggen van, men heeft werken niet uitgevoerd, dus je moet een schadevergoeding krijgen, want die werken zijn uitgevoerd. Ja, er zijn in het najaar fouten gebeurd. Men had dat moeten zien. Wie had dat moeten zien? Het studiebureau had dat moeten zien. Belfius had dat moeten zien. Onze diensten hadden dat moeten zien. De aannemer had dat moeten melden. Hè? Het verschil tussen 495 en 3000 zoveel. Ja, dat ziet iedereen. Het is allemaal niet gebeurd. Dus denk ik dat we daar pragmatisch moeten in zijn. En het is niet voor herhaling vatbaar. Het zal zich niet meer herhalen, want we gaan geen parking meer aanleggen. Maar dit is onvoorstelbaar, maar het is wat het is. Hè. Ja. Ja. Ja, ik schrok toch ook toen ik dat punt las. Wetende dat er zowel van stad als van TOCMW 1 mensen in die werkgroep zaten om dat op te volgen. Het is altijd minutieus opgevolgd. Zijn door mensen van Stad en TOCMW. Twee, door Belfius, die bij mij weten hun werk altijd zeer goed gedaan hebben. Dus dat was een projectfinanciering. De correcte naam ontsnapt mij nu. Dus die hebben hun werk altijd zeer goed gedaan. Die hebben ook altijd op de centen, op de uitvoering
gelet. Maar ik vraag me dan af, wat geven ze dan in feite als uitleg? Like Belfius, die toch de werken uitvoerde en die het altijd zeer goed gedaan heeft. Hè. Het is zeker geen kritiek, maar wat geven ze dan als uitleg hoe dat dan kunnen gebeuren is? Want alles is er altijd onder de loep genomen. De schuldvraag wordt dan in een pingpongbal doorgestuurd. Hè. Belfius zegt, ja, de aannemer had ons moeten melden dat er zo'n gigantische overschrijding was van de hoeveelheid. Hij heeft dat niet gedaan. De aannemer die verstopt er dan zich achter. Ja, maar iedereen was aanwezig op de werfvergadering. Je had dat toch moeten zien. Dat is een pingpongspel. Het studiebureau zegt, ja, wij hebben ons misschien wel vergist. Maar de aannemer had ons moeten melden dat het, enzovoort. Hè. Dus je geraakt uit die schuldvraag, geraakt er niet uit. Tenzij dat je dat voorlegt aan de rechter. Maar dan zijn we vertrokken voor een paar jaar. En wat hebben wij... Dat is precies het voorwoord van deze beslissing. Ja. Gaan we die weg kiezen of kiezen we voor de pragmatische weg? Ja. Rasgaard zegt, je gaat nooit je geld terugzien, want het ligt er, het is goed gelegd. Dus okay. Ik stel voor over dat we gaan over de noodzakelijke goedkeuring van deze dading. Wie stemt er voor? Ik denk dat dat unaniem is. Bedankt. Peter, het laatste puntje over de wijziging van het reglement van de hypotheek. Dus het laatste punt van onze agenda. Ja, heel kort. Dus wij hebben een nieuw informaticasysteem voor de uitleen van de hypotheek. En dat heeft een aantal zeer kleine aanpassingen in een paar tarieven. Maar dit is dus een aanpassing, een beetje een integratie van het systeem in dat van de bibliotheek. Ja. Dus ik denk dat dat een stap voorwaarts is, omdat het oude informatica-pakket niet meer up-to-date is en ook niet meer aangeleverd wordt, omdat die onderneming stopt. Oké. Kunnen we die stemmen over die wijziging van het reglement? Toch? Ja, Dirk? Ja, een kleine opmerking. Als ik dus ga kijken in de tarieven van de hypotheek. Even aan het zoeken hier. Ah ja. Het terugbrengen speelgoed en feestmateriaal, de tweede paragraaf, bij de laat terugbrengen, vanaf de eerste dag na de 3 weken ontlening enzovoort, wordt een administratieve kost aangerekend van 0,010 euro per stuk dag. Dat moet iets beter geformuleerd worden, want dat is niet, helemaal niet eenduidig wat dat er staat. Ja, waarschijnlijk met dus de track changes niet opgevallen. Voor de rest geen opmerking. Oké. Stemming, wie keurt dat die wijziging aan het reglement goed? Unaniem? Oké, dan kunnen we hier de vergadering van OCMW-raad afsluiten. Ja. Er is nog een bijkomend punt. Ja. De schepen heeft daar net al wat uitleg gegeven, maar er stonden meer vragen in waar dat er nog geen uitleg... Ja, dus die dat aanvullende punt. Ik zal mij tot die vragen beperken. Hè. Dus er is hier in deze vergadering al een paar keer verwezen naar de sterk sociaal beleid dat in het verleden gevoerd geweest is. En dat was onder andere mede onder impuls van de coördinator of de stafmedewerker lokaal sociaal beleid. Die is op 1 april van dit jaar op pensioen gegaan. En dat contract is tot eind september verlengd, of er is een contract gegeven, zodanig dat er geen leemte zou ontstaan en dat er een vlotte overgang zou gebeuren. De schepen heeft daarnet toegelicht dat die functiebeschrijving in opmaak is, dat de procedure ondertussen opgestart hebben, maar tot op vandaag hadden wij, we zien dat als gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden, als er selectieprocedures zijn, worden wij ook uitgenodigd om daarop aanwezig te zijn hoe noemde dat even? Waarnemer. Als waarnemer, het is dat woord dat ik zocht, ja. Dus we hadden dat nog niet zien passeren. Vandaar de vraag, aangezien dat nog niet in gang is gezet, dat we nog niet zien passeren hebben, is dat een bewuste keuze dat er geen vlotte overgang zal zijn met de huidige stafmedewerker tot eind september? Is dat een bewuste keuze geweest? En zo ja, wat zijn de redenen daarvoor? Of zo niet, waarom werd dan zo lang gewacht? En er dreigt nu, wat ik daarnet al gezegd heb, die leemte te vallen en gecreëerd te worden met een nieuwe stafmedewerker. Hoe zal dat opgevangen worden, die leemte, om ervoor te zorgen dat er toch continuïteit is in dat sterk lokaal sociaal beleid? Die antwoorden had ik graag ook nog gekregen. Ja, het is geen bewuste keuze om een leemte te creëren. Hè. Het heeft te maken met de discussies rond het globale organigram, die wat meer tijd in beslag nemen dan voorzien. Maar dat is ook logisch.
Dus dat maakt er veel van uit, maar ik denk dat we dat daar moeten een voorafname doen. We kunnen niet wachten wanneer dat definitief getrancheerd is, omdat dat een sleutelfunctie is. Hè? En dat die middelen toch voorzien zijn in het budget. Dus ik denk dat we daar absolute prioriteit moeten aan geven. En zorgen dat die leemte zo kort mogelijk is. Ik wil met Janine nog een keer gaan klappen of dat zij misschien toch nog de intentie kan hebben om wat langer te blijven, dat weet ik niet. Dat heb ik nog niet afgetoetst en of dat daar de middelen voorzien zijn om dat te doen. Helemaal van wel, want we hadden denk ik gebudgeteerd vanaf 1 oktober, Koen, dat we een nieuwe aanwerving konden doen. Hè. Dus ik heb dat met haar nog niet gepolst, maar dat zou zeer welkom zijn, want die is heel belangrijk. Hè. Ja, moet ik u niet zeggen. Weet. Wel, ik vind het jammer dat daar niet eerder werk van gemaakt is. Ik vind dat weinig hoopgevend en bijzonder jammer. Ik hoop dat die leemte inderdaad niet te lang duurt. En als je moet een timing opplakken, Peter, een realistische timing, wanneer dat de vervanger kan aangesteld worden, als de procedure die nog moet doorlopen worden, dan spreken we over 1 januari. Hè. Dat is jammer, hè. Oké. Bedankt allemaal voor deze interessante vergadering en tot later.